Maarten van Praag, de voorzitter van de KNVB, vindt dat jij niet in het voetbal thuis hoort. Dat is nogal wat. Ja, dat mag hij roepen. Dat is zijn mening. En wat is jouw reactie daarop? Ja, ik ben ervan geschrokken. Maar ja, wij hebben hier bij Sparta met elkaar de dingen besproken die het afgelopen weekend gepasseerd zijn. En bij Excelsior. En dat doen wij eigenlijk elke week. En elke dag zijn we bezig met elkaar hoe we dingen in het veld moeten doen. Of tijdens de training of tijdens het moment dat we bij Sparta zijn. En dat doen we eigenlijk elke dag. En dat hebben we ook na dit weekend gedaan. En ja, ik hoop met mijn spelers dat wij daar weer lering uit trekken. En de volgende keer misschien op een andere manier dat doen. Heb je spijt van bepaalde zaken? Nee, wij hebben dat met elkaar besproken. Wij proberen altijd dat dingen die we goed doen, die we misschien op een andere manier hadden kunnen doen, andere manier hadden kunnen zeggen. Dat we met elkaar daarover spreken, over praten. Daar de goede en de mindere goede dingen uithalen. En dat we dat een andere keer misschien weer anders doen. Maar je hebt bepaalde dingen gezegd. Je ploeg heeft zich op een bepaalde manier gedragen. Dat sloeg over tot op de tribune. Juist in dit gevoelige weekend. Ja, misschien had ik me anders moeten uitdrukken. Dat realiseer ik me wel in dit weekend. En dat is jammer. En dat ik dat gedaan heb misschien, achteraf. Maar wat ik zeg, ook ik maak fouten. Of we maken allemaal fouten. We moeten allemaal leren. En dat is het karakter wat we eigenlijk hier hebben bij Sparta. We evalueren elke dag, elke week hoe we met elkaar dingen doen. En ook dit wordt geëvalueerd, is geëvalueerd. En ik zal dit de volgende keer misschien anders doen. Even voor alle duidelijkheid, wij vinden ook. Je hebt geen oude vrouw beroofd, je hebt geen bank beroofd, je hebt niemand neergeslagen. Dus we moeten het niet overdrijven. Maar het had mooier gekund. En zeker de reactie daarna had een nationale discussie kunnen voorkomen. Ja, dat zeg ik net. Ik had het misschien anders moeten verwoorden. Maar wat ik zei, we hebben dat met elkaar besproken hier. De spelers hebben daar ook over mee gepraat. En dat doen we eigenlijk elke week. En ook met de rode kaarten van vorig jaar meegenomen hebben we daar ook over gesproken. Nou, en dat is veel minder geworden. Ik vind dat we daar ook op een goede weg zijn. En het is ongelukkig wat er gebeurd is dit weekend. En daar moeten we van leren. En de volgende keer zullen we wat anders doen. Hoe ben je bestraft door William Vloed afgelopen zaterdag? Nou, ik denk dat we dat intern met elkaar besproken hebben. En op de manier zoals we dat altijd doen. En daar doen wij nooit uitspraken over. Boete? Schorsing? We hebben dat intern besproken en dat houden we intern. Maar jij zit wel vrijdag op de bank tegen Telstar? Nou, dan zeg ik me geen wat het is besproken. Hè. Dus we houden dat intern en dat zul je maar zien. En je vrouw kan gewoon ongestoord kerstinkopen gaan doen? Dat hoop ik wel, want het zou heel erg zijn als dat het gevolg hiervan is. We moeten wel realistisch blijven. En dat we dit 52 weken lang doen met z'n allen en niet één weekend. Waar wij met Sparta onder de loep hebben gelegen. En ongelukkige uitspraken tot een hets in Nederland kan leiden. En dat is niet de bedoeling, denk ik. En ik hoop dat iedereen dat ook realiseert. Dat we met z'n allen die normen en waarden hoog moeten houden. En iedereen ook elke dag in de spiegel kan kijken dat hij dat goed doet. En dan hebben we denk ik voor met elkaar veel meer plezier. Donner van Deekman, 3 duels schorsing waarvan 1 voorwaardelijk. Vind jij het nog steeds dat het geen rode kaart was? Wij hebben zaterdag al aangegeven in ons verweer dat we elke straf zouden accepteren. Ik heb ook aangegeven dat ik vond dat de scheids een rode kaart kon geven. En dat hebben we geaccepteerd, klaar. Is het nog leuk voetbaltrainer zijn als je zo bejegend wordt? Ja, het is een heel mooi vak. En ik vind het wel jammer dat door een opmerking misschien een heel land over je heen kan vallen. En dat zijn allemaal meningen van anderen, daar kan ik niks mee. Maar het is wel jammer. Verwacht jij iets vanuit de KNVB dat zij jou gaan straffen? Want nogmaals, als de voorzitter van de bond dat zegt, dat is nogal wat. Die kan zijn terugcommissie inschakelen. Dat weet ik niet. Wij bespreken dingen die we doen hier bij Sparta intern. En daar proberen we elke dag van te leren. Als de KNVB daar vragen over willen stellen, dan moeten ze langskomen en dan zullen wij daar antwoord op geven. Toen jij het publiek hoerenjong hoorde schreeuwen, dacht jij toen van misschien zijn wij wel te ver gegaan? Ja, maar ik heb alleen maar invloed op staf en spelers waar wij mee werken. Dat hebben we met z'n allen hier. Op de supporters kunnen wij helaas geen invloed hebben. Dus dat is jammer. Dat hoort er ook niet bij. Maar ik denk dat jullie wel invloed op de supporters kunnen hebben. Door je bijvoorbeeld anders te gedragen, minder te protesteren, minder met de vierde man bezig zijn. Dat zou kunnen. Maar wat ik net zei, dat hebben we besproken intern. En dat doen we elke week, gedrag in het veld op de training. En ook daarvan moeten wij leren. Ga je zelf Michael van Praag bellen? Hij zegt nogal wat over je. Ja, maar dat is een mening, dat is niet een vraag naar mij. Dus... Maar toch, als iemand zo'n mening over mij zou hebben, en ik zou zijn nummer hebben, zou ik hem bellen. Nou ja, hij weet waar ik ben, dus als hij mij nog vragen wil stellen over het afgelopen weekend, dan is hij vrij om mij te komen bellen of langs te komen. Maar die behoefte is er niet andersom? Nee, dat is niet mijn behoefte, nee.